Yes, goed dat jij weer kijkt naar deze nieuwste cultuurvlog. Mijn naam is Jip, ik ben de vlogger voor mijn Daily Shot of Culture. En ik sta hier, zoals jullie zien, voor Theater Rotterdam. Voor het heugelijke nieuws, want sinds een hele lange tijd mag ik weer een theatervoorstelling bijwonen. En dat is niemand minder dan de theatervoorstelling van Davy Pieters. Ik heb al 2 keer eerder een voorstelling van haar mogen meemaken. En ik ben echt mega fan van haar. Zij maakt voorstellingen waar niet of nauwelijks in gesproken wordt. Dus je zou kunnen zeggen dat het een soort meme-voorstellingen zijn. En nu dus de nieuwste, Do Not Look Back With Regret. Gaat over afscheid nemen, over het verwerken van rouw. Ik denk na deze periode die we net hebben meegemaakt heel relevant. Dus ik ben super benieuwd. Ik ga jullie mee naar binnen nemen. Het is wel gek, hè? Dat het nu dus hier zo leeg is. Maar binnenkort zijn hier dus na zoveel maanden of misschien bijna wel een jaar niemand opeens weer bezoekers. En ik ben een van de eerste. Ik ben echt super blij. Ik ga eventjes mijn spullen pakken en dan gaan wij naar binnen. Want daar is dus de montage aan de gang. En ik ben wel benieuwd of ze nou ook nog weer een beetje in moeten komen na zoveel maanden ja, pauze. Tot zo. Zo, ik loop in de trappengalerij om naar boven te gaan. Nog even, want straks bij de montage kan ik natuurlijk niet praten. Maar de voorstelling gaat over 2 vrouwen die afscheid moeten nemen. Die worden geconfronteerd met verlies, met rouw. En schijnbaar zijn ze in een sneeuwstorm waar dit allemaal plaatsvindt. Meer dan dat weet ik ook nog niet over. Ik ben echt super benieuwd. Zo, de crew gaat nu eventjes eten. Dat geeft mij de kans om heel even op het podium te kijken. Want ik heb dus echt gefascineerd zitten kijken naar deze sneeuw. Wat dus echt gewoon zwarte sneeuw is. Even kijken waar dit nou van gemaakt is. Het is plastic. Heel fascinerend. Ik wacht hier even op Davy. Die ga ik zo interviewen om wat meer te horen over de voorstelling. Maar vooral ook over het voorproces. Ik ben heel benieuwd hoe dat het afgelopen jaar is gegaan. Alright Davy, allereerst bedankt. Ik vind het echt vet dat ik op de eerste dag van de montage hier mag staan. Hoe ging het? Hoe voelt het nu? Want je zit er middenin. Nou, voelt goed, maar ook heel spannend. Hoe is dat proces gegaan? Eigenlijk begon het allemaal anderhalf jaar geleden, met de eerste lockdown. Was ik een voorstelling aan het maken over onsterfelijkheid. En over dat het leven steeds langer wordt. En hoe geven we daar nou betekenis aan? Gewoon dat hele jaar begon het eigenlijk een beetje te knagen dat klopt niet meer om dit te maken en volgens mij moet ik veel meer iets maken over het sterfelijke van het leven. Dus het is omgedraaid. Toen zijn we voorstelling gaan maken over de sterfelijkheid van ons bestaan, van de mens, maar ook van de wereld om hem heen. Over afscheid, rouw, over zoektocht naar troost. Want als ik mensen omschrijf hoe jouw voorstellingen zijn, dan zeg ik ja, het geeft ruimte voor mij als ontvanger om mijn eigen interpretatie aan te geven. Is dat ook wat je hoopt? Dat mensen hun eigen persoonlijkheid of achtergrond of meenemen? Ja, ja zeker. Het is een heel beeldende, filmische voorstelling. Ja, ik probeer wel echt een soort ruimte te creëren om te incasseren, om ergens bij stil te staan. We werken dus met deze zwarte sneeuw en dat roept natuurlijk heel veel associaties op. Het kan ook staan voor as. Of voor verdriet. Want het gaat dus over afscheid nemen, over rouw, of nou, wat je net zei, maar misschien ook de natuur. Of is dat ook iets waarvan je denkt, dat is aan de kijker? Dat is inderdaad ook aan de kijker, maar dat is zeker niet zonder reden gekozen. Want ja, ik denk dat we ook het sterfelijke van onze wereld moeten zien. En dat deze tijd ook juist zien dat er best wel een klimaatdreiging is. In jouw vorige voorstelling waren best wel veel, ook veel dans en meerdere acteurs. En nu heb je voor 2 vrouwen gekozen. Ja. Is dat ook bewust? 2 vrouwen, ja. Ik zocht naar 2 mensen die eigenlijk moeten dealen met een afscheid, ja. Met een verlies. En ik wilde ook dat het ging over generaties, maar ook ging over vrouwen. Dus ja, dus in die zin is dat eigenlijk zo gekomen. Ja. Ik
heb begrepen de vorige keer dat ik jou interviewde dat je had zei, ja, ik werk met deels met de improvisatie, of dat heel erg met de cast of met de acteurs samen tot stand komt. Heb je dat hier nu inderdaad ook zo gedaan voor het traject? Ja, ik begin eigenlijk altijd met een idee en vragen en dan gaan we eigenlijk gewoon improviseren, opdrachten, beelden maken. Het is echt een samenspel van geluid, licht en hen. Dus nu ook het monteren voelt ook als een soort van operatie. Van oké, okay, als we daar iets veranderen, dan gaat daar ook iets. Ja, het is één groot netwerk eigenlijk. Ja. Hey Davy, heel erg bedankt. Ik vond het heel gaaf dat ik de eerste dag van jullie montage, ook al weet ik dat dat altijd heel spannend is. Ik ga jou heel veel succes wensen. En ik ga het natuurlijk zien op de première. Ontzettend leuk. Heel veel plezier en fantastisch dat het gewoon weer kan. Want ja, zeker. En dat je toch hiermee ook een stukje bewustwording. Maar goed, dat is eigenlijk altijd weer zo. Oh, heel gaaf. Wie hier zou plaats gaan nemen op de stoel zijn de twee acteurs Marlies en Clara. En ik ben heel benieuwd om te horen hoe zij het nou vinden om te spelen in een stuk waar je niet praat. En hoe breng je dat nou over? Zo dames, ik ben heel benieuwd. Hoe voelde het nou weer om na een half jaar op het podium te staan? Ik was net aan het spelen ook afgelopen weekend al. Ik was al een beetje in dat sfeer van oh, het komt publiek en bloemen. dit voelt echt een theatervoorstelling, dus ik heb er echt zin in. Nou, hetzelfde. Ik ben niet ver van het theater geweest. Alleen dat publiek, dat komt nu echt en dan krijgen we het warm. En hebben jullie nou vaker gespeeld in een voorstelling waarin niet wordt gesproken? Nou, ik kom wel vanuit de bewegingen, vanuit de dans ooit, 100 jaar geleden. En ik ben heel vertrouwd met dit te zien en ook in mijn ander werk ernaar te zoeken. Als je speelt zonder tekst, er is altijd een binnentekst. En die horen jullie niet. Maar die zien jullie dan, hoop ik, hopen wij. Ik vraag me af, hè? Zou het niet kunnen zijn dat de boodschap krachtiger overkomt zonder gesproken tekst? Ik denk dat het echt twee verschillende dingen zijn. En soms hoor je hele mooie tekst en die komt heel erg binnen. En soms zie je beeld of hoor je muziek of alles tegelijk en komt het ook heel erg binnen. Dus voor mij is het is niet of-of. Als jullie aan je vrienden zeggen waar de voorstelling over gaat, wat zeg je dan? Het einde van het leven, het einde van de wereld, over klimaat. Ja, het zijn gewoon de termen waarmee we ook tijdens het repeteren bezig zijn geweest op associatieve manier. We zijn misschien nog net niet er helemaal uit of er nou een lichtpuntje is. Davy werkt met improvisatie in het stuk, dus eigenlijk creëert ze het stuk met de acteurs. Is dat iets wat vaker gebeurt? Dat gebeurt wel vaker. Alleen Davy is in dit geval ook echt wel de dirigent op het laatst. Maar dit is wel materiaal wat we op de vloer al aftastend ontdekken. En zij gaat dan destilleren en heel veel weggooien, soms tot onze spijt. En dit was toch leuk. Zo wissel je uit en dan probeer je zo samen op een lijn te komen. Ja. Zo, dit was het alweer. Sinds hele lange tijd weer mijn eerste vlog over theater. Ik vond het echt fantastisch. Heel cool om ook bij een montage te zijn. En ik ga gewoon even op het podium zitten, want nu mag dat. Poeh, ik denk echt dat het een hele indrukwekkende, bijzondere voorstelling gaat worden. Zoals de meeste voorstellingen van Davy, maar ik denk ook zeker met dit, is het een soort gesamtkunstwerk. Je hebt de acteurs, de bewegingen, de muziek, het decor, de zwarte sneeuw, het geluid, het licht. Het hoort allemaal bij elkaar en dat maakt dat het super intens en heel indrukwekkend is. Ik kan niet wachten om het helemaal in het echt te gaan zien. Wat eigenlijk in deze video al eerder terugkomt, is dat ik denk doordat er niet gesproken wordt, in ieder geval voor mij, het maakt dat ik er heel erg mijn eigen draaien kan geven. En ik ook nagedenk, goh, wat is er het afgelopen jaar eigenlijk gebeurd? Hoe sta ik daar zelf in? Zouden er ook dingen kunnen zijn waar ik wel met weemoed naar terug ga kijken van dit jaar? Dat zijn in ieder geval de dingen die mij opkwamen toen ik dit zag. Dus ik ben heel benieuwd hoe jullie dat gaan ervaren. Als jullie deze video zien, dan is de voorstelling in première gegaan. En ze gaan het ook toeren door Nederland. Dus kijk even op de website van Theater Rotterdam voor precies de informatie. En natuurlijk om tickets te kopen. Het loopt door tot in ieder geval juli. Dus je hebt nog wel even. Maar ja, ik denk een mooi moment om stil te staan bij het afgelopen jaar. Misschien toch ook wel niet terugkijken met spijt. Don't look back with regret. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!